Dit zijn Niels, Leon, Stijn, Jorn en Fabian. Werk is voor hun één groot feest. Zij zijn jonge ondernemers. Nooduitgang. Wat leuk dat jullie ons uitgenodigd hebben. Van wie kwam het mailtje uit? Leon, vertel eens eventjes. Mag pakken? Nou, mag, ja, top. Nou, we zijn een vriendencollectief. We zijn eigenlijk begonnen met Fabian en Stijn vanuit Club Stalker, zoals daar ook nog te zien. We waren toevallig met z'n drie op het kantoor van Stalker. Stijn liep een stage, ik organiseerde de dingen. Fabian was er ook om iets voor te draaien, dat weet ik voor de rest niet meer. Toen kwamen we op het idee, laten we een keer een house/technofeest doen, en dat wilden we zo graag. En dat mocht maar niet en het was maar niet haalbaar. Vroeger was het ding, maar uiteindelijk mocht het nooit. Toen ging het toch wat minder goed met Stalker en toen hebben we gewoon doorgepusht van ja, laat het nou maar gewoon doen. Stijn de briljante naam bedacht, vertelt hij zo eigenlijk zo zelf wel. En toen hebben we eigenlijk gewoon doorheen gepusht als bluff van ja, we doen het maar gewoon. En het was in één keer uitverkocht. We konden nooit trotser zijn dan toen. En eigenlijk sindsdien is het balletje weer gaan rollen. En natuurlijk ook Jorn en Niels erbij, waar we heel erg blij mee zijn. En zo zijn we eigenlijk een team van vijf, waar we ieder onze eigen kwaliteiten hebben en daar ons heel erg in aansterken. Oké, okay, nou dan wil ik eigenlijk even een voorstel rondje doen, want jij bent... Ik ben Fabian. Ja. Ik, zoals Leon net zei, voornamelijk ben ik DJ voor Nooduitgang. En samen met Stijn zit ik hier veel op kantoor om de marketing te doen. Maken we de content en maken we de advertenties. Oké, okay, nou Leon, we hebben jou even gesproken. Wat is jouw functie? Mijn functie is de communicatie en de artist handling. Dus als er een artiest is of wat dan ook, dan zorg ik ervoor dat hij eigenlijk blij is of tevreden is. Oké, okay, top. Ik ga mijn best doen. Stijn? Ja, Stijn, yes. Doe je goed. Ja, ik doe onder andere het gezicht achter het concept, onder andere. Ik maak de content samen met Fabian, doe de marketing. Ik ben de designer, zeg maar. Dus alles wat we laten zien op Facebook en Instagram, dat maak ik onder andere met Fabian. En ook onder andere met Niels. Heel vet. Ja. Nice. Nou, ja, dit is echt een uitdaging hoor. Maar we komen er wel. Ja, ik ben Niels. Ik ben de videograaf van Nooduitgang en eigenlijk samen met Stijn en Fabian maken wij de content vanuit mijn videobeelden voornamelijk om daarmee de promotie te doen weer voor de volgende festivals of feesten. Ik ben de lichttechnicus en ik ontwerp zeg maar voor elke editie een nieuw lichtplan, lever daar ook een deel van en probeer eigenlijk iets leuks neer te zetten voor elke editie, iets vernieuwends. Oké, okay, dus elk event voorzien je weer wat nieuws? Elk event ontwerp ik een heel lichtplan. Programmeer ik en dan zet ik het daar neer ook. En hoe is het om zo jong te starten? Want jullie bestaan al wel eventjes. Ik vind het superleuk om te doen. Maar scheet je niet in je broek? Nee. Nee? Gewoon doen? Natuurlijk, je moet gewoon doen. Als je iets in je hoofd hebt zitten en je hebt een beetje het ondernemen in je, je vindt het leuk, dan moet je er gewoon voor gaan. En dat is wat ik met dit concept had. Dit vond ik leuk en daar wil ik gewoon voor gaan. En daar stop ik al mijn kracht en mijn passie in. En dan als je resultaat ziet en je ziet gewoon dat je na 2, 3 keer, 4 keer een feest uitverkoopt. Dat is gewoon het chillste gevoel. Wat is nou het lastigste wat je tot nu toe tegen bent gekomen in je ondernemerschap hierin? Ja, ik denk het met z'n allen ervoor zorgen dat we wel echt tot een compromis komen van het feest, zeg maar. Dus ook de artiesten, wat we neerzetten qua lichtplan. En dat is altijd wel lastig. Ik denk dat daar veel aan vooraf gaat, zeg maar. Een leuk succesverhaal. Veerplas sowieso. Ja, nee, Veerplas was wel een van de vetste. Zelf op Veerplas deed ik meerdere dingen. Maar dat we daar met Nooduitgang en gecombineerd met 023 Techno mochten staan, was wel echt heel vet. De meeste gasten van jullie leeftijd, die spreken overigens vaak mannen in dit programma. Valt me nu op. Maar die zijn een beetje bezig met Netflix gamen en... Wat nog meer? We hebben ook nog tijd voor. Ja? Ja, zeker. Heb je genoeg tijd over? Ja, was ik wel benieuwd naar. Genoeg tijd om dat te doen. Ja? Ja. Oké, okay, heel goed. Je ziet je vrienden nog wel een beetje ook? Ja, elke dag. Nou, dat zijn ook wel je vrienden, of niet? 2 weken was ik alleen maar aan het zuipen. Alleen maar lekker jannen. Nee, helemaal goed. Dat is niet waar. Normaal heb je natuurlijk een hele strakke bedrijfscultuur, schrijf je uit. En een visie en je doelen. En wat is de visie van het... Ik weet de visie niet. Je weet hem niet? Nee, zeker. Weet jij de visie? Nee. Ja, jongens. Kom op, geef me even een visie. Nou, dat is wel een goede vraag, want laatst vroeg iemand aan mij van in welke zin wil je groeien? Ja. Ik zei, vet feest creëren. Maar wat is je visie? Ja. Toen liep ik even vast. En als je eenmaal inderdaad gaat bedenken, wat Stijn had aan mijn antwoord, dat je visie is, wat je wil bereiken, je missie, dan kan je toch een stuk verder plannen voor je niet alleen voor volgend feest, maar in de toekomst. Ja. Dus als wij naast volgend gesprek kunnen kijken
is het voornamelijk... Het is nu, de leeftijd is toch meer naar beneden gaan. Ja. Toch kijken of we dat toch weer kunnen mixen. En daarin groeien en toch wel de verschillende doelgroepen en toch wel verschillende leeftijden wel echt samenbrengen. Want ik ken geen plek anders dan Haarlem waar dat zo goed kan. Jongens, ik vond het vet leuk om jullie te ontmoeten. En ik wens jullie alle succes voor de toekomst. Maar dat gaat volgens mij wel goed komen. Mijn ondernemerstip is, wanneer het even tegen zit, nooit opgeven. Durf te vragen en durf te onderscheiden. Doe het wat je leuk vindt, volg je passie en volg je hart. Durf op je bek te gaan. Neem een zakelijke rekening. Ik zou later mijn eigen grote productiebedrijf willen als ik later oud ben. Als ik later groot ben, wil ik succesvol in mijn passie zijn om mezelf en mijn naasten ruim te onderhouden. Ik wil later, als ik groot ben, wil ik een groot mediabedrijf hebben en financieel onafhankelijk zijn. Als ik later groot ben, dan wil ik het grootste feest van de hele wereld creëren. Later ontwerp ik de meest unieke lichtplannen voor diverse evenementen.